Ja, hier is alles gebeurd. Ja, ik had een week een leuke Golden Retriever. Wel lekker beestje. Ik laat hem altijd uit hier zo gezellig. En mijn veter zat los. Ik ga mijn vetertje vastmaken. Buk, dat beest heeft zo'n sprintje. En ik hoor twee piepende banden. Ja, dat is. En Klas Bloem, hij zat eronder. Stak er een of andere maloot uit. Wat ben jij? Ja, dat was ik, ja. Ik liep van de week weer langs de dierenzaak. Zag ik daar opeens een lieve hond. Hij keek me smekend aan. Dat is wat het leek. Nu is hij weg en ik had hem pas een week. Oh, nu ben ik hem kwijt. M'n golden retriever. Ik heb zo'n spijt. Ik heb overal gezocht. Ben hem kwijt. Golden retriever. Ik had hem liever niet gekocht. Ik was best wel eenzaam, zo alleen in huis. Maar altijd naar de kroeg is ook geen doen. Ik zocht de lieve pup. Het liefst niet al te groot. Een huisdier houdt me, hoop ik, uit de goot. Maar nu ben ik hem kwijt. M'n golden retriever. Ik heb zo'n spijt. Ik heb overal gezocht. Ben hem kwijt. M'n golden retriever. Ik had hem liever niet gekocht. Oh, nu ben ik hem kwijt. M'n golden retriever. Ik heb zo'n spijt. Ik heb overal gezocht. Ik ben hem kwijt. M'n golden retriever. Ik had hem liever niet gekocht. Oh, ik ben hem kwijt. M'n golden retriever. Sorry, kan ik toch niks van doen? Ik had hem pas een week. Jij laat die klerenhond toch loslopen? Ja, dat is wel weer zo. Maar ja. Mijn veter zat ook los, dus ja. Wat kunnen we er nou aan doen? De verzekering bellen. De verzekering bellen, ja. Want ik krijg weer Vaat Meijer schuld. Dat deze heeft Vaat Meijer gekost. Soms heb je dat. Ja. Yeah. Zijn er nog andere dingen? Nou. Kunnen we er een liedje van maken? Laten we er maar een liedje van maken.